Vandaag is het precies 90 jaar geleden dat de doodvonnis werd vertrokken van Margaretha Zelle, alias Mata Hari. Zij stond als vermeend spionne voor de Duitsers voor een Frans vuurpeloton. En Thomas Ross, eminent fiction-auteur, schreef een boek over haar en probeert te ontrafelen wie Mata Hari nu precies is. Tenminste, dat neem ik maar even aan, Thomas, dat dat de ambitie was. Ja, en vooral dat zij onschuldig is geëxecuteerd, want dat is wel verondersteld vaak. Maar het is nooit echt aangetoond. Nee. En ik had de pretentie toen ik dit boek begon te schrijven, dat ga ik aantonen. Wat ga je aantonen? Omdat je dacht, dat wil ik gewoon beweren? Of omdat je redenen had om het te beweren? Ja, omdat ik begon ermee omdat ik toevallig las dat de archieven in Frankrijk, waar ze is geëxecuteerd, 100 jaar gesloten moeten zijn. En dan triggert er al iets. Ja, die mogen pas 2017 open, ja. Dat klopt, ja. Dus, en toen dacht ik van, wat raar is dat, waarom is dat? Dat heb ik ook bij Kennedy, daar mogen de archieven pas 75 jaar. Dus eerst moeten er 1 of 2 of 3 generaties dood zijn. Dan mag je maar dan denk je al waarom. Want of je bent schuldig en dan ben je terecht geëxecuteerd. Ja. Of je was onschuldig. Nou, dat is ook vaak gezegd. Maar waarom zou je die archieven dicht houden? Oké, even fiction, zei ik. Dat is de mengeling tussen fantasie en fictie. Of werkelijkheid, nee. Ja, werkelijkheid en fictie. Met andere woorden, er is een historisch figuur, Mata Hari. Ja. Daar is veel over bekend. En er zijn er in elke, zoals in elke biografie of in elk geschiedenisboek, een aantal leemtes, dus witte bladzijdes, en dan kom jij in beeld met jouw fantasie en die vul jij in. Ja. Dus je zet de geschiedenis een beetje naar je hand. We mogen het geen... Dat was vaak, dat probeer ik, dat doe ik helemaal niet. Nee, want dan zou je me onzinnelijkheid kunnen verwijten. Nee, maar luister, dan gaan we nu beweren dat Mata Hari onschuldig is geëxecuteerd. Ja? Ja. Nee, dan moeten we dat ook mooi in de krant zetten, heel groot, of niet? Ja, maar het is wel eens meer in de krant gezet. Ja, maar goed, sterker nog, een week na de executie is dat zelf gezegd door de rechtbank. Wat hebben we eigenlijk gedaan? Wat was dit eigenlijk? Ja, maar Thomas, jij vult die gaten in, zoals Matthijs zegt. Die ken je niet, dus in dat opzicht is dat wel fantasie, toch? Precies, die gaten vul je in, maar je kloot daarom niet meer aan de geschiedenis zelf, zal ik maar zeggen. Ik mag Mata Hari geen dingen in dit boek laten doen waarvan aantoonbaar onjuist is dat ze dat gedaan heeft. Weet iedereen wie Mata Hari is? Ik ga er even van uit. Kan je het in 2 zinnen zeggen? Dus de meest beroemde Nederlandse die we ooit gehad hebben, wereldberoemd dans. Die in het begin van de 20e eeuw naar Parijs kwam. En dat vind ik ook een raadsel, want ze kon niet dansen, ze was niet mooi, ze had geen boezem, ze sprak geen Frans. Dat is allemaal jouw mening, ja? Ga door. Nee, dat komt allemaal uit de boeken. Dat zijn er veel, hoor. Maar ze deed het vooral met iedereen. Nee, het was de dochter van een petten- en hoedemaker uit Leeuwarden, die op 25 jaar naar Parijs komt. Dat is al het Parijs na de impressionisten. Montmartre is er al. Daar is het toch bekend mee geworden dat ze het echt met hele hoge mensen deed? Daar komen we nu op. Zij vulde het Olympiade, Trocadero, in Monaco, in Milaan. En altijd als je dat ziet, dat is iets anders. Als je het ziet, dan denk je, waarom was dat eigenlijk zo? Dat is echt nog raadselachtiger dan het. Dus op zoek naar Mata Hari wat het succes verklaarde van haar. Een naaktdanseres, ze deelde het bed met vele hoogwaardigheidsbekleders. Ja. Werd als spionne gezien, heeft uiteindelijk voor het vuurpeloton de dood gevonden. Nu zeg jij, alles wat hierin staat is waar. Met andere woorden, die fantasie van Ross. Wat Mata Hari hier betreft. Ja, maar nu deelt zij het bed in jouw boek met prins Hendrik. De man van koningin Wilhelmina. Nu ga ik iets heel tegenstrijdigs zeggen. Maar ik mag de plot nooit verraden. Ze deelt in het boek... deelt zij het bed niet met Hendrik, maar ze heeft het wel met Hendrik gedeeld. Sorry dat ik het zo cryptisch zeg. Mata Hari heeft, Mata Hari heeft een verhouding gehad met prins Hendrik. Ja. Ze woont ongeveer 1,5 jaar in Den Haag, op de Nieuwe Uitleg. Mm-hmm. Een grachtje in Den Haag. Hendrik staat nog niet in alle boeken, hè, die over Oranje geschreven zijn. Nee, maar het staat in, in 2 rapporten van de Parijse commandant van de politie die Mata Hari gearresteerd heeft. Wat staat er precies in dan? Daarin staat, wat ook de Franse gezant zelf... Kijk, ze was wereldberoemd. Ja. Nederland, ondanks de neutraliteit, probeert toch een gratieverzoek... Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. In 1917 wordt toch een gratieverzoek van Den Haag, wat dapper was, want we waren neutraal. En ze werd beschouwd als een spionne. Dat heeft niet geholpen. Sorry. Vervolgens gaat de Franse gezant, een van haar minnaars... stekt de stoute schoenen aan en gaat naar koningin Wilhelmina... en denkt, dat maakt veel meer indruk op de president van de Republiek Frankrijk. Gaat naar Wilhelmina toe, dat zijn zijn eigen woorden... en het is later ook nog 2 keer bevestigd... waarop Wilhelmina tegen hem zegt... wij hebben geen bemoeienis met de buitenechtelijke relaties van onze echtgenoot. Ik zeg het zo maar in 1 keer goed. Ja. Dat heeft de Franse gezant in zijn dagboek genoteerd. Stom verbaasd, wist dat niet eens. Dat Hendrik dus ook een concurrent van hem was. Ja. En vervolgens is dat later in Parijs gekomen... en noteert de commandant van de Parijse politie... die Mata Hari heeft gearresteerd en begeleid naar de gevangenis... en naar de executie, noteert dat in zijn memoires. Ja. Begrijp je waarom het dan een dik boek is ook? Wat? Ja. Maar dat zegt Appie Baantje altijd tegen me. Daar kunnen er wel 4 van mij in, zegt hij dan. Maar Thomas, één voor de goede orde. Je bent een verklaard republikein. Je hebt Prins Bernhard met name al een keer ernstig geplaagd met je boek King Kong. Daar waren de Oranjes niet blij om. Dit is weer een opmerking over toch de stamboom Oranje... waarvan je zegt Prins Hendrik was een schuinsmarcheerder. Ook met Mata Hari. Daar zeg ik toch niet. Nee, dat is waar. Maar Mata Hari hadden we nog niet aan die eregalerij toegevoegd. Ja. Ja, wat? Ja.
Ja, ik vind het met tintelend plezier, of niet? Nee, dat vind ik een story-achtig gegeven. Het komt voor en dan denk ik, zou dat waar zijn? En dan ga je als een journalist ga je dat nazoeken en dan denk je, ja, verdomd, als die dat schrijft, dan is dat waar. Het speelt geen rol in de plot. Ik vond het te uniek om te laten liggen, omdat ik het nergens anders tegenkwam en dacht, waarom? Het speelt geen enkele rol in de plot. Nee. Dus, kijk, je hebt, zelfs werd het beweerd, en dat is nog sterker, dat Mata Hari ook een verhouding had in Den Haag met onze premier Cort van der Linden. Kan ook. Niet genoemd had ik niet nodig. Als je, nee. Vertel nog eens wat je niet nodig had. Nou, maar als je wil aantonen dat Mata Hari niet gespioneerd voor de Duitsers, ze heeft gespioneerd voor de Fransen. Dat is het raadsel. Waarom executeren ze die dan? Want ze wisten het. Wat wist zij dan nog meer? Dat is het gekke wat in het boek aan voor je komt. Kijk, bij Hendrik is gezegd dat hij wel spioneerde en niet voor de Duitsers wat hij was. Hè? Ja. Van Mecklenburg, ja, zeker. Maar voor de Engelsen, want hij bewonderde de Engelsen zo. En daar zou hij geld voor krijgen, want Hendrik had nooit geld. Okay. Thomas, als we het nog kunnen volgen, maar ik denk het wel, want je praat heel helder. Dit is een dik boek. Er is al een hele bibliotheek volgeschreven over Mata Hari. Sterker nog, er zijn oneindig veel films gemaakt over Mata Hari. Wat voegt dit toe aan de Mata Hari-kunde tot nu toe? Maar ik mag het niet vertellen, want dan kopen de mensen het boek niet meer natuurlijk, hè? Nee, maar ik ken de hele Mata Hari-bibliotheek niet, dus ik lees dit boek met belangstelling. Maar denk, zit er nog iets nieuws in? Ik verklaar waarom Mata Hari gepakt is, beschuldigd is en wordt doodgeschoten. Terwijl je achteraf moet zeggen, maar dat was onschuldig. En waarom iedereen gelooft dat ze het wel hadden gedaan. Ja, ik moet zo cryptisch blijven, want het is natuurlijk ook een plotroman natuurlijk. We gaan even kijken naar, want er zijn talloze films over gemaakt met talloze grote actrices in de rol van Mata Hari. We zien haar nu een aantal keren op weg naar het vuurpeloton lopen. That won't be necessary. En daar ging ze. Giel, ja. Je hebt even 8 minuten hebben gesproken over dit boek. Ga je het lezen of niet? Nee. Waarom niet? Nou ja, ik wacht gewoon even 10 jaar, dan komt dat officiële dossier vrij. En dan weet je hoe het zit. Ja. Daar zit wat in. Ja, daar zit wat in. Ja, ik kon zo lang niet wachten. Ik weet ook niet of ik 2017 haal. Wat wordt je volgende boek? Welk volgend feit pak je om in te kleuren wat wij niet weten? Dat was een bericht dat Theo van Gogh mij nog vertelde en wat ik niet geloofde. En wat mij later door Hans Dijkstal, de verliezer van de VVD, bij de verkiezingen had verteld. Dat is namelijk als Pim Fortuyn, als Fokkert van der Graaf gemist zou hebben. Ja. Nou, je weet, wat als genre. Iedereen vraagt het af, hè, wat als Adolf Hitler. Dan zou Pim Fortuyn die avond door zijn gaan naar Leeuwarden. Zijn LPF-aanhang toespreken en dan had hij daar een suite genomen in het Oranje Hotel. En Theo beweerde bij hoog en bij laag, ja, maar dan zou hij niet gaan slapen, ja ook. Maar eerst had hij daar een afspraak met Hans Wiegel. Toen dacht ik, wat raar is, dat is Bolle, die ligt altijd, die zeurt altijd, weet ik wat. 2 jaar geleden zat ik bij de VARA in een radioprogramma met Hans Dijkstra en dacht, dat moet ik toch eens even checken of die Bolle dat ooit gelogen had. En Dijkstra, natuurlijk, dat wisten we allemaal. Fortuyn zat op het hoogtepunt van zijn bestaan, vlak voor zijn dood, op 29 zetels. Dat was hoger geweest. Ja. En dacht, oh god, ik word het. Ik word het. Ik moet die grote scheur van me gaan waarmaken. Daar was hij als de dood voor. Dat wordt altijd bevestigd in die kring. Hij wou het niet. Pim, tuurlijk wel, het volk zijn woord. Dan had hij kunnen zeggen, dank u wel, volk van Nederland, dat u mij gekozen hebt. Oké, nodig u weer uit. Oh, ja. Nou, ik doe wat als Volk van de Graaf gemist had. Oké, ik dank je wel. Klinkt interessant. Okay. Dank je wel, Thomas. Het boek. De tranen van Mata Hari ligt gewoon vanaf vandaag in de winkel. Straks Andries Timmerman. Hij verzamelt sprinklerinstallaties en...